We staan hier vandaag bij een geüpdate versie van de 8000-serie. Voor modeljaar 23 komt John Deere met een update voor deze serie. Ten eerste, zoals jullie kunnen zien, is de styling van de 9000-serie hakselaar verder getrokken in deze 8000-serie. Vervolgens hebben we nog enkele updates richting modellen. Dat wil zeggen dat de 8200 machine die vandaag nog een 9 liter heeft, krijgt vanaf modeljaar 23 een 13,5 liter motor. De pk's zullen hierbij ook weer naar boven getrokken worden. En wordt eigenlijk, het krijgt de 8.1, de pk's van de 8.2 en zo naar boven toe. Dus meer performance. Zoals je ook kan zien, hebben we een nieuwe pijp op deze machine. Deze machine zal voor volgend modeljaar leverbaar zijn op de 9000 serie en vanaf 2024 ook leverbaar zijn op de 8000 serie. Wat kenmerkt deze pijp? Niet alleen een nieuwe geometrie, dus een rondere vorm en ook standaard 20 centimeter langer om beter de wagens af te vullen. Daarnaast zit er nog een nieuwigheid in deze machine en dat is dat de invoerrollen aangepast zijn en hierdoor hebben we nog een hogere capaciteit verkregen en nog een geleidelijke loop van de machine bekomen. En last but zeker not least zijn alle machines uitvoerbaar met al onze e-oplossingen, zijn de Harvest Lab, zijn de Active Fill Control, dus het automatisch afvullen van de silagewagens. Ook op deze nieuwe 8000-serie vinden we een geüpdate cabine, zeker met betrekking tot omgevingsgeluid. Zodoende is de cabine 4 decibel stiller geworden en dit hebben we bekomen door een nieuwe achterraam te ontwikkelen, evenals een nieuwe cabinebodem. Zoals je kan zien is op deze motorkap ook het cijfertje 50 aanwezig en dat is omdat we best trots zijn dat we dit jaar het jaar vieren dat we 50 jaar zelfrijdende hakselaars in ontwikkeling hebben bij John Deere. De 8000-serie kenmerkte zich al door de extreem lage onderhoudskosten. Ook modelier 23 hebben we het onderhoud wederom verbeterd en zo hebben we bijvoorbeeld een klein detail, de hydraulische demping van de invoerwalsen hebben we ook wederom meegenomen in de automatische smering van de machine. Alles bij elkaar hebben we met deze 8000-serie een zeer betrouwbare machine in het veld. Dat bewijzen de vele aantallen wel. Maar met de Model Year 23 update doen we er weer een stapje bij en maken we hem nog beter dan dat hij al was. Indien u verder wil gaan in detail van deze machine, wend u tot uw lokale dealer. Zij zullen u graag bijstaan met raad en daad.